Hannes Walraven is in 2004 door een erfelijke ziekte blind geworden, waardoor er een abrupt einde is gekomen aan zijn fotografiecarrière. Hij vertelt over een foto die hij begin jaren 90 heeft geanceneerd. Hij weet het nog precies. Een foto in zijn hoofd. Een bewust geregisseerd hedendaags tijdsdocument. Het beeld klopt exact met zijn herinnering. Een woonkamer, een huiskamer. Centraal in beeld, een tafel. Over de tafel heen ligt een wit tafelkleed. Op de tafel ligt een opengeslagen boek en een leesbril in de buurt van het boek. Het wekt de indruk dat er net nog iemand zat, op is gestaan en even weg is gelopen om zo dadelijk weer achter de tafel in het boek verder te gaan lezen. In de linkerhoek hangt een foto. Ik denk een zwart-wit foto in een passepartout, dat weet ik zeker. In een lijst. Een lijst met een strak zwart aluminium randje. Rechts wordt het beeld begrensd door een gordijn. Een gordijn wat tot op de bodem valt. Vloer. Vloerbedekking die ook niet helemaal strak op de vloer ligt. Bobbelt een beetje. Over de tafel springt een schimmel. Hij springt onmiddellijk in het oog. Het lijkt een merkwaardig verschijnsel dat zijn hoofd deels doorzichtig is, doorschijnend. Ik heb de schimmel tijdens zijn sprong vast bevroren door flitslicht. Had ik op deze sluitersnelheid de schimmel uitsluitend met het bestaande licht gefotografeerd, dan had je alleen een veeg gezien, niets anders. De foto heb ik in 1991 gemaakt. Of was het 1992? In die periode was ik geïnteresseerd in het verschijnsel tijd. Hoe het moment van het nu in een foto te krijgen. En in dat opzicht was ik de schimmel erg dankbaar. Hij is door zijn ongelooflijke snelheid uitermate geschikt voor de tijdsaanduiding. Een 500ste van een seconde later kijk je weer tegen een woonkamer aan waar geen schimmel te zien is. Een ander element wat voor mij belangrijk was, is de vraag van de waarneming. Dat de kijker naar de foto kijkt. En kijken naar een foto is met een onmiddellijke blik iets waarnemen. En je dan opeens de vraag stellen van, heb ik goed hiernaar gekeken? Van wat heb ik nu gezien? Een schimmel die springt, tuurlijk kan. Maar een schimmel in een woonkamer die over de tafel springt. Van kijk ik nu wel goed? Dat vond ik eigenlijk ook wel belangrijk bij dit beeld, om als een vraag, als visuele vertaalslag te kunnen gebruiken. De hele setting van woonkamer had ik in een manege opgebouwd. Zodoende ook dat het goedkope grijze vloerkleed enigszins onregelmatigheden vertoont, bobbels.